Oké. Ik ben begonnen om mijn basis wat uit te breiden. Jullie kennen deze kamer natuurlijk wel, dat is de voorraadkamer. Ik wilde wat meer ruimte hebben voor toekomstige kamers. Dus ik ben hierachter een grote kruispunt begonnen, zeg maar. Daar is een trap naar boven en daar is een trap naar boven. Die lopen een verdieping hoger, helemaal tot boven de ingang, zeg maar, in de hal. En daar ben ik ook begonnen. Het plafond is er al uitgesloopt, zonder van al dat werk. Daar komt een trap en daar komt een trap. En dan wil ik iets van een vida-achtig iets gaan proberen te creëren. Die enchantmentkamer hier, die zit er nu nog wel, maar dat is zo'n rot locatie. Ik denk dat ik een ander soort kamertje van maak en die enchantmentkamer naar een van de aansluitende kamers op deze nieuwe grote hal aansluit. Zo, ik ben even wat aan het experimenteren. Ik wou niet weer water en lava in die vloer doen. Ik wou het wat neutraler, maar toch een neutraler gezicht, maar toch wel een beetje diepte. Dat vind ik wel grappig. Dus ik denk ik probeer het met diorite. Dat is misschien een mooi contrast op de bedrock kleur. Gewoon een vrij neutrale muur erom. En eens kijken hoe dat wordt. Oké, ik ben een beetje met zwart glas aan het experimenteren nu. Ik vind het wel een grappig effect hebben. Het is wat rustiger dan wit glas of transparant glas, want je ziet niet zoveel lijntjes, zeg maar. Het past mooi bij de bedrock en het past bij de diorite. Het alleen wel oppassen dat ik overal glas plaat, want anders donder ik ergens in. Ik vind het wel gaaf effect. Ja, ik heb alleen geen glas meer, dus ik ben even wat zand aan het omsmelten. Dan moet ik even kijken of ik genoeg verfstof heb. Oh, dat zit natuurlijk in de dicekist, grapjes. Heb ik nog? Yes! Zwarte inkt. En dan gaan we eens wat meer glas maken en de vloer fixen. Oké, dit is wat ik tot nu toe heb. Ik heb de muren wat aangekleed met andesite en diorite. De vloer is af. En ik ben nu aan het kijken wat voor patroon ik in het plafond ga doen. Ik heb ook nog verlichting nodig en dat wil ik met de redstone lampen gaan doen, denk ik. Past wel. Weet ik nog niet precies hoe, maar er moet wat meer verlichting in komen en ik hou niet zo van torches, zoals jullie wel weten. Dus daar moet nog wat op verzonnen worden. En dan nog een patroon hier in het dak. Wat zal ik daar eens gaan doen? Daar ga ik eens even rustig over nadenken. Maar eerst naar de Nether. Want ik heb hier toch niet meer, of wel? Nee, zie, glowstone is haast op en ik heb niet voldoende glowstone lampen of redstone lampen. Oké, dat was hakken geblazen. Kom maar op. Au. Blijft dan hangen. Ja. Bijna. Auw. Dat is balen. Ik denk dat kan ik de achievement return to sender doen. Maar zo te zien is de ghost weg. Oké, terug naar onze hoofdmissie dan. Terugvliegen. Au. Je turtle sender, kom op nou. Au. Kom op! Oeps. Auw. En weer gedespawned. Oké. Okay.
Even kijken. Dan hebben we 3 stacks daarvan. Dat behoudt in dat we 12 stacks redstone nodig hebben. Ja, verkeerde kant. En hoeveel krijgen we er? 48. Oké. Okay. Dat is beter. En dat doen we dan hier. En dat doen we dan hier. En daar niet. Ploep, ploep. Aan de andere kant hetzelfde. Is de bedoeling. Huppatee, huppatee. Oké, dit begint al ergens op te lijken. Licht in het plafond mooi gewerkt. Overal is meer dan 8 punten aan licht. Zelfs in de donker lijken de hoeken. Dus dat is mooi. Dus we kunnen verder gaan met... ja, wat wordt dit ook alweer? Een kamer ergens. Een gang naar wat kamers misschien. En die trappen nog naar boven. Ik ga nog even verder. Dus even kijken wat ik nou ga maken. Nou, en dit is het geworden tot nu toe. Beetje aangekleed, eindelijk een banner. Krijgt er alleen geen rondje in de R. Kan niet, want dan heb ik eigenlijk, want de banner kan maar 6 patronen hebben. Dus een 7e lukt niet. Maar goed, zo ziet het er ook wel uit. Als onze hoofdingang daarvoor vol raakt met collectibles, dan kunnen we hier verder. We hebben mooi wat ruimte over. Voor de toekomst, voor de komende paar maanden denk ik. En als dit dan vol zit, dan moeten we wat anders gaan doen. Oké, deze, ja, wat ze het noemen, kruispunt, hal, ruimte, is af. Nou, de trappen nog naar boven, daar de hele gang. Beide gangen trouwens, van 2 kanten. En dan komt dat hier samen en dan moet ik hier de 4e nog gaan bouwen. Oké. Met het ontdekken van de Mesa vorige week hebben we een collectible erbij. De Mesa Master Key. Omdat de Mesa is ontdekt. Ik heb er nog een paar mee. En die ga ik eventjes rondbrengen in het beach Spontown. Omdat daar de brievenbussen zijn. Zodat iedereen daar weer een leuke collectible bij heeft. Zo, dan zijn we weer op de Spontown. In ieder geval de beach. En dan gaan we eens even wat... in de brievenbussen doen. Oh. Dan hoop ik dat ze nog steeds... wel gelukkig. Oké. Weer een pootje. Een Mesa Master Key. Alsjeblieft. Jelais. Wat heb jij er allemaal nog in zitten, joh? Hoppakee. Een Mesa Master Key. Robin, nou ja, ik heb al. So much gaming. Een Master Key. Times van hier. Een Master Key. En Zachaios. Een Mesa Master Key. Veel plezier met jullie collectibles, jongens. Ik ga eens eventjes... Oh, zal ik even mijn eigen brievenbus? Zit niks in mijn ring? Nee. Ah, nee. Jammer, jammer, jammer. Geen post vandaag. Geen post vandaag. En het wordt weer donker. Tijd om naar huis te gaan. Vragen jullie natuurlijk af, wat doet hij nou weer? Maar ik heb... Oh, dit ook alweer. Het spul Obsidian heb ik nodig. Ik heb Obsidian nodig, want ik ga een beetje kloten met wat netherportals. Hier in de buurt zit namelijk een swamp, als ik mij niet vergis. En daar hebben we nog geen portal en geen weg naartoe. En aangezien er meerdere mensen denk ik wel wat slimeblocks willen en wat andere dingen die je op swamps kan krijgen, leek het mij handig om daar ook even toegang naar te verlenen. Oké, ik hoop dat het werkt. Hij is aan en daar gaan we.